Mijn vader stierf op zijn 66ste aan een hartaanval. Mijn halfbroer overleed ook aan een hartaanval op zijn 66ste. Mijn jongste broer heeft onze familiegeschiedenis uitgeplozen en ontdekt dat, voor zover hij kon nagaan, niemand in de mannelijke lijn ouder is geworden dan 66. En nu ben ik het zelf ook. 66. Statistisch is dit het jaar waarin ik doodga. Ik voel me op leeftijd, maar niet oud genoeg om dood te gaan. Al worden de tekenen van het verval duidelijk gekrast in mijn ziel. Als dit mijn laatste jaar is, wat wil ik dan nog gedaan hebben? Jawel, ik heb een bucketlist. Daar staat op een ballonvaart en het noordlicht zien. Maar kijk, als ik nou nooit... Dromen die niet zijn uitgekomen, zijn geen ambities meer. Als kind wilde ik kasteelarchitect worden. Een modeontwerper. Ja, ook. Maar je wou eigenlijk mooi worden. Beroemd, dat soort dingen. Popster. Je droomde dat je zou worden ontdekt en het Songfestival won. Ik vond cassettebandjes in een doos. Nog een laatste dichtbundel maken. Dat moet toch te realiseren zijn? Of is iets anders belangrijker? Namelijk het antwoord op de vraag, als dit het was, is het dan de moeite waard geweest?